Zo, de les zit erop. Paulien heeft het keurig gedaan. Nou is keurig netjes. Even goed geluisterd. Paulien houdt van Nono. Is niks mooi om te zien dat je dochter gelukkig is als ze op zo'n paard zit. Helemaal geweldig. Zo, nou komt Nono naar buiten met Paulien. En dan gaan we lekker aftuigen. Ga je aftellen? Dag Nono. Oh, dame, je voet optillen. Zo, nu ging het wel goed. Dat is ook een kwestie van leren, hè? Ja. Ze struikelde over het drempeltje heen, Nono. Vergat de voet op te tillen. Ja, hard gewerkt. Ja. Ik weet niet of Nono zo'n hinneket is. Nee. Volgens mij niet zo. Ik heb in ieder geval nog niet echt horen hinken. Nou, je hebt straks op je vlog een mooi achtergrondmuziekje erbij, Paulien. Hard door. Is er minder dan 15 minuten? Meer. Oh. 16 geloof ik. Oh, geeft niet. Kan ik er ook wat knippen? Ging zo lekker. Ik had zoiets van, ik had het helemaal de flow helemaal te pakken met dat ding. Doe je eerst de hals erom? Eerst hals erom doen. Bordjes erdoor. Maak het clipje los. Even een clipje losmaken. Nee. Bij ja. Vrouw. Hier. Oh. Onderin. Want daar gaat het om, hè? Zie je? En dan maak je hem weer vast. En nou, dan blijf je al braaf staan. Zo'n braaf paard. Die alleen zo meteen wel even de boekjes schoonmaken buiten. Ja. Even afspoelen. Even goed. Dan hebben ze lekker op zitten knabbelen en op te kwijlen. Ze moet wat te doen hebben. Ik hoop niet dat die haak weer zo hoog zit. Dan krijg ik hem straks ook niet meer op de haak.
Nou, dan helpt mama je wel. Dan zetten we deze even uit zo. Ik kan hem ook wel wegleggen. Als jij maar wel even doet zoals het moet, hè? Ja. Eerst een singel eroverheen gooien. Ik ga de beugel heen doen. Daar kan niet over het zadel heen. Moet je de singel aan de andere kant even? Ja. Daar doe de beugel even heen doen. Oh ja, ja. Als kan, hij kan niet over het zadel heen, omdat hij te kort is. Dan moet je even de beugel... Ja, daar heb je ook weer verschillen in. Ja. Ja. Zo, de vorige keer was het veel moeilijker om hem eraf te krijgen. Ja, maar alles begin is moeilijk, Paulien. Zo, ze gaat nu even het zadel wegbrengen. En dan blijf ik even bij de brave Nono. Hallo, Nono. Heb goed je best gedaan, meisje. Hè? Ze braaf paard. We zijn een appeltje voor jou vergeten. We zijn een appeltje voor Nono vergeten. Nou, dat gaat de volgende keer. Ja, denk ik ook. Kijk, nu gaat ze het hoofdcel afspoelen. Je weet waar je dat moet doen? Ja. Goed zo. Dan gaan we weer terug naar de stal van Nono. En dan houden wij weer even gezelschap aan het paard. Terwijl we wachten op de terugkeer van Paulien. Hè, Nono? Nono, lief, hè? Ja. Is Nono lief? Hm? Nonootje lief. Kijk, oh, wat hoor je dan? Nou, Paulien, hè? Ja, die komt zo weer terug. Kijk, daar komt ze weer aan. Hallo. Zo. Kom nou maar eens even je paardje verwennen. Wordt ze niet meer geborsteld? Ja. Oh. Ik denk, een zachte borstel, even borstelen. Even als je hebt hard gewerkt. Even lekker afborstelen. Al het zweet eraf. Goed zo, Nona. Nou, dan krijgt een lekker poetsbeurtje van Paulien. Eigenlijk zou je mijn YouTube naam moeten zeggen. Oh, ja, ach. Nee, geeft niet. Die weet ik niet. Doe. Hoe? Ja? Ach, best, waar is ze? Oké. Okay. Waar ga ik naar de productions veranderen als het raak kan? Nou, goed. Goed. Wauw. Goed zo, meisje. Wat een hoofd, ja. Ja, hè?
Zo, we hebben nu 10 minuten. En ik ga van deze blog het einde maken. Tot de volgende keer.